Hallo, welkom op de kinderboerderij. Mijn naam is Willem Keurman, ik ben voorzitter van de stichting kinderboerderij De Olifaai. Ik sta nu voor het nieuwe gebouw en als je wist hoe het er vroeger uitzag, toen hadden wij een porte cabin, eigenlijk een veredelde bouwketen. En we liepen al heel snel tegen de grenzen aan van de mogelijkheden. We kregen steeds meer bezoekers, steeds meer activiteiten die we wilden organiseren en dat was allemaal niet mogelijk. Dat is wel mogelijk gemaakt door een gift van Stichting Leefomgeving Schiphol. En met hun gift hebben we een gebouw neergezet, een duurzaam gebouw, met een schitterende verwarming. En dat betekent ook dat we ook in de winter allerlei activiteiten kunnen organiseren. Vroeger waren we afhankelijk van een paar mooie maanden in het jaar en nu kunnen we het hele jaar door allerlei activiteiten organiseren. En dat gaan we samen doen met Ons Tweede Thuis. Dat gaan we samen met de cliënten van Ons Tweede Thuis de dieren verzorgen en allerlei activiteiten organiseren. Goedemorgen. Ik sta in het nieuwe onderkomen van kinderboerderij De Olifaai, een gebouw wat net gebouwd is en wat nu wordt opgeleverd. Toen ik hierheen reed, moest ik terugdenken aan 2014 toen ik net wethouder werd. Vlak daarvoor had de Raad van Uithoorn besloten dat dit geen kernactiviteit meer zou zijn van de gemeente, mede omdat Ons Tweede Thuis zich had teruggetrokken uit deze activiteit. Reden was dat er eigenlijk te weinig bezoek was. Een maand later, nadat ik wethouder was, zat ik met een aantal vrijwilligers en die kwamen met het idee om de kinderboerderij toch door te zetten. En dat was eigenlijk een experiment, zowel voor de mensen als voor ons als gemeente. Want de locatie is van de gemeente en de vrijwilligers die wilden het exploiteren. Nou, daar hebben we heel wat gesprekken over gehad. Dat ging echt alle kanten uit. Ik denk er met heel veel plezier aan terug. Want je had vrijwilligers die heel enthousiast waren en gelijk wilden beginnen. En de gemeente die zei, ja, maar je moet het ook lange termijn kunnen vasthouden. Daar zijn we uitgekomen. Op een hele mooie en unieke constructie. En het mooiste vind ik, dat daarom sta ik hier, is dat uiteindelijk ook de vrijwilligers voor elkaar kregen, samen met het SLS-fonds, om dit gebouw te kunnen realiseren. Het loopt goed, kinderboerderij, het wordt steeds beter bezocht en er is behoefte aan bezoekersruimte. Dat staat hier. De naam is nog niet bekend, heb ik net gehoord. Nou, volgens mij komt daar nog iets voor. Ik vind het fantastisch. Ik ben er trots op. Ik vind het fantastisch van de vrijwilligers dat het hun gelukt is. Dat ze het ook hebben kunnen voortzetten het aantal jaren. We gaan ook gewoon door. Ik feliciteer ze daarmee en wens ze heel veel succes. En ik hoop dat er nog veel meer mensen dit weten te vinden. Goedemorgen, ik ben Bernd Snijders en ik ben voorzitter van de Stichting Leefomgeving Schiphol. De Stichting Leefomgeving Schiphol probeert de leefbaarheid in de Schipholregio te bevorderen. En dat is hier en daar ook wel nodig, want Schiphol is aan de ene kant natuurlijk een lust. Met alle werkgelegenheid, ook best handig om die luchthaven om de hoek te hebben. Maar aan de andere kant ook natuurlijk wel een last gezien alle geluidsoverlast. Maar ik ben erg trots en blij dat we als stichting een mooi bedrag hebben kunnen geven aan de Olifaai. Want er is een prachtige nieuwe accommodatie tot stand gekomen. Hulde aan het bestuur en alle vrijwilligers die dit particuliere initiatief, natuurlijk ook wel met hulp van de gemeente, maar toch tot stand heeft weten te brengen. En als je kijkt dat jullie uit een porta cabin komen en dan nu in dit mooie, duurzame gebouw terecht zijn gekomen, dan denk ik dat er een grote toekomst voor de Olifaai in het verschiet ligt, waar heel veel mensen uit Uithoorn en omgeving ontzettend veel plezier aan zullen kunnen beleven. Dus hulde en van harte gefeliciteerd. Mijn naam is Arthur Klaasens, ik ben architect bij lokaal 18B2. Op dit moment sta ik in de keuken van het prachtige gebouw wat wij voor de Olifaai, de kinderboerderij in Uithoorn, hebben gebouwd. Ik zeg dat op die manier omdat we namelijk naast het feit dat we een architectenbureau zijn, hebben we ook een bouwbedrijf. Dat heeft als voordeel gehad dat de opdrachtgevers, de vrijwilligers, eigenlijk maar met één partij
telkens contact hebben gehad om het gebouw te realiseren. Ondertussen zijn we 9 maanden bezig geweest en ik denk dat we er wel heel erg trots op mogen zijn op het resultaat.